What is the kingdom of God? Wat is het koninkrijk van God? What does the Bible say? Wat zegt de Bijbel daarover? About the kingdom of God. Over het koninkrijk van God. What does Jesus say about the kingdom? Wat zegt Jezus over het koninkrijk? And what do we as Christians believe is the kingdom? En wat geloven wij als christenen wat het koninkrijk voorstelt? Is it a feeling in our heart? Is het een gevoel in ons hart? Is it a church? Is het een kerk? Is it a collection of Christians all over the ages? Is het een verzameling van christenen over de eeuwen heen? Is it in heaven? Is het de hemel? Is it on earth? Is het de aarde? Is it only in heaven? Is het alleen in de aarde? Is it heaven and earth? Is het hemel en aarde? So what is the good news that Jesus preached? Wat is het goede nieuws dat Jezus heeft verkondigd? That Jesus only preached about his coming sacrifice and death. Hij heeft alleen gesproken over zijn offer en zijn dood. Did he preach only about people to accept him to get to the kingdom? Zei hij alleen dat hij dat mensen hem moesten accepteren om het koninkrijk binnen te kunnen komen? Or is there something far more than that? Of zei hij nog veel meer dan dat? You know, in churches all around the world, people preach about Jesus. In kerken spreken ze altijd over Jezus. Who they think he is? Wie ze denken dat hij is? The story about his life. Zijn levensverhaal. All the miracles he performed. Al de mirakels hij heeft gedaan. Some things he said and done. Dingen dat hij zei en deed. His crucifixion, resurrection and ascension. Zijn kruisiging en zijn opstanding. And it all makes sense. En alles daaromheen. And to be sure. Om zeker te zijn. Jesus Christ is the savior of the world. Dat Jezus de redder is van je leven. It is by his blood that our sins are forgiven. Door zijn bloed zijn onze zonden vergeven. But we have to ask ourselves, is that the only message that Jesus preached? We moeten onszelf wel afvragen, is dat het enige dat Jezus that he only talked about himself? Heeft hij alleen gepreekt over zichzelf? Because what is the heart and soul of the message that Jesus preached? Wat is het hart en het ziel van de boodschap dat hij heeft verkondigd? So I want to explain the kingdom of God based on the schematic on the screen. Ik wil het koninkrijk van God uitleggen aan de hand van deze afbeelding. Now it all starts in Eden. We starten allemaal in Eden. Our journey. Ons pad. So God created man to reign on earth. God maakte de mensen om te regeren over de wereld. To have dominion. Om autoriteit te hebben. In a relationship with him. In een relatie met hem. God got a heavenly family, but he also wanted a earthly family. God wou een hemelse familie, maar ook een aardse familie. So Adam's task was to expand Eden to the rest of the world. Dus hij gebruikte Adam om de wereld to te vullen. To multiply and work the earth. Om te The Bible says that God walked with Adam. Het woord zegt dat God met Adam was. Was a close connection. There was intimacy. Er was echt een diepe intimiteit en connectie tussen hen. But then we know that deception came and the fall came. Dan kwam Satan en dan de val. And then Jesus came 2,000 or 6,000 years later to come and save us. Dan kwam Jezus een tijdje later om ons te redden. He said to come and redeem us. Om ons te hernieuwen, vernieuwen. But the full gospel. Maar het hele evangelie. Is there also a new heaven and a new earth coming? Is dat er ook een nieuwe hemel is en een nieuwe aarde? And when Jesus talks about the kingdom of God. Jezus praat over een koninkrijk van God. He talks about the full gospel. Hij praat over het hele evangelie. You know, the kingdom of God is referenced in the New Testament 150 times. Het koninkrijk van God is 150 keer vermeld in het Nieuwe Testament. And it started when Jesus mentioned the following to his disciples. Het startte wanneer hij het vermeldde aan de discipelen. And that was after John the Baptist was imprisoned. Dat was wanneer Johannes de Doper in de And we read that in Mark 1:14. Now after John was arrested, Jesus came into Galilee proclaiming the gospel of God. Other translations talk about the kingdom. And saying, the time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel.
kunnen we lezen in Marcus hoofdstuk 1, vers 14. Later, toen Johannes de Doper door koning Herodes gevangen was genomen, ging Jezus terug naar Galilea om de mensen het goede nieuws van God te vertellen. Andere versies zeggen het koninkrijk van God te verkondigen. So we see that Jesus came preaching the kingdom of God. We kunnen hier zien dat Jezus kwam om het koninkrijk van God te verkondigen. In fact, he mentioned that his sole purpose and mission why he was on earth was to speak and preach about the kingdom of God. Hij zegt zelfs dat zijn enige missie was om over het koninkrijk van God te vertellen. And we read in Luke 4:43. In Lucas hoofdstuk 4 lezen. He said to them, I must preach the good news of the kingdom of God to the other towns as well, for I was sent for this purpose. Maar hij antwoordde, ik moet het goede nieuws van het koninkrijk van God ook op andere plaatsen brengen. Dat is mijn opdracht. See, the kingdom of God was so central to Jesus. Het koninkrijk van God was zo belangrijk voor Jezus. That he said that we need to strive and seek his kingdom. Dat hij zegt dat we echt zijn koninkrijk moeten zoeken. Above anything else. Boven alles. And it is confirmed in Matthew 6:33. Dat wordt bevestigd in Matthäus. And it's coming. So where Jesus said, first seek the kingdom of God and his righteousness and all these things shall be added to you. Geef. Shall you control it? Because I think we're fighting against it. Geef het koninkrijk van God en het doen van zijn wil de hoogste plaats in uw leven. Al het andere zal u dan geschonken worden. In the same chapter, if you go to the beginning of that chapter. In hetzelfde hoofdstuk als je naar het begin gaat. That is where Jesus shared the Lord's Prayer. Daar is waar Jezus onze Vader gebed zegt. And in the Lord's Prayer, in het onze Jesus Vader gebed, refers to the kingdom twice. Vermeldt hij het koninkrijk van God twee keer. In the beginning and in the end. In het begin en op het einde. Thy kingdom come. Uw koninkrijk komen. And also we see through all the gospels. En doorheen alle evangelieën. And through parables. En gelijkenissen. Jesus talked about the kingdom. Praat hij elke keer weer over het koninkrijk van God. And we also see that he explains and compares the kingdom to various things. Hij vergelijkt het ook met verschillend aantal dingen. He compares it to a mustard seed. Een mosterdzaadje. He compares it to leaven. Gist. He compares it to a hidden treasure in the field. Een verborgen schat in een veld. A pearl of great value. Een parel met een grote waarde. And wheat in the field, korn, wheat in the field and wheat. Onkruid in een veld. All of these parables referring and explaining the kingdom. Al die gelijkenissen die leggen uit wat het koninkrijk van God. And then Jesus, after his resurrection, death and resurrection, he spent six weeks with his disciples. Na zijn dood en opstanding spendeert hij 6 weken met zijn discipelen. Teaching them, telling them, instructing them to speak and preach the kingdom. Hij had onderwijzen over het koninkrijk. He also mentions. Hij zegt ook. Some future events. Dingen die in de toekomst gaan gebeuren. That will make us aware when his kingdom will come. Die gaan gebeuren wanneer zijn koninkrijk gaat komen. And this is what he teaches disciples. Dit is wat hij zijn discipelen aanleert. And he called the 12 together and gave them power and authority over all demons to cure the diseases and send them out to proclaim the kingdom of God and to heal the sick. Op een dag riep Jezus de 12 bij elkaar. Hij gaf hun macht en gezag om boze geesten uit te drijven en ziekten te genezen. And throughout the New Testament. En doorheen het Nieuwe Testament. The same gospel was preached. Is hetzelfde evangelie gepreekt. By Philip, by Paul, by Peter, by James. Door Filippus, door Paulus, door Johannes. And John. En Jacobus. And John. En de andere Johannes. And John, another one. And throughout the new church, the New Testament church. In de nieuwe kerk, Nieuw Testament. And the message was that there is a real kingdom. Ze zei dat er een echt koninkrijk was. Coming to earth. Die naar de aarde kwam. With a real king. Met een echte koning. And we see in Revelation. In openbaringen zien we.
11:15 explains it this way. Then the seventh angel blew his trumpet, and there were loud voices in heaven saying, "The kingdom of the world has become the kingdom of our Lord and of his Christ. And he shall reign forever and ever." De zevende engel blies op zijn bazuin en luide stemmen in de hemel zeiden: "Nu hebben onze Here en zijn Christus de heerschappij over de hele wereld. Hij zal er voor altijd en eeuwig overheersen." So if the kingdom is so important to Jesus. Koninkrijk is zo belangrijk voor Jezus. What makes up a kingdom? Waar bestaat een koninkrijk uit? You know, generation after generation. Generatie na generatie. People have hoped that new governments will come and install peace. Hebben mensen gehoopt dat er nieuwe regeringen een vrede gingen that installeren? Reformations will come. Dat veranderingen gingen komen. And people will live in peace and security. Dat mensen vrede gingen hebben. And everything has failed to date. Maar dat is nooit gelukt. But we hear that the kingdom of God will come. Maar we horen dat het koninkrijk dat gaat komen. Will reign forever. Zal over doorheen eeuwen regeren. Bring in a new world order. Die gaat een nieuwe orde brengen. A world order of love. Van liefde. Of peace and prosperity for all of humankind. Van vrede en welvaart voor iedereen. A new heaven and a new earth. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. A literal kingdom. Literal, a literal kingdom. Een letterlijk koninkrijk. So what is a kingdom? Wat is een koninkrijk? So a kingdom consists of four things. Het bestaat uit drie dingen. There's a king. Een koning. And a king has a territory over which he rules. Een koning heeft een grondgebied. Then obviously you have got citizens or subjects in this kingdom. En heeft ook burgers in zijn koninkrijk. And there's laws. Dan zijn er ook wetten. I've got a British passport. Hij heeft een Brits paspoort. Callum is an Englishman. But you will be surprised with my accent how I managed to get a British passport. You know, if you're not born in the country, als je niet geboren bent in and land, you become a citizen, en je toch een burger wordt, there's a process that you have to follow. Zijn de regels dat je moet volgen. And in the UK, in het Verenigd Koninkrijk, one of the processes you have to commit allegiance to the queen, now the king. Zijn een van de regels that true, Callum? Yes. Respect moet hebben voor de koning. Look at your passport. There's also talk about the kingdom of Belgium. Daar praten ze ook over het koninkrijk België. But we are citizens of another kingdom. Wij zijn burgers van een ander koninkrijk. Okay, so let's start with the king. Laten we beginnen met de koning. Okay, I think it's no surprise to know that the kingdom of God that Jesus is talking about, Jesus will be the king. Het is volgens mij geen verrassing om te weten dat Jezus de koning is van dat koninkrijk. Okay, and in Isaiah 9, een verse that we love quoting during Christmas. In Jesaja 9 is dat een hoofdstuk dat we graag naar terugkeren tijdens Kerstmis. For us a child is born, to us a son is given, and the government shall be upon his shoulders. And his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Of the increase of his government and of peace, there will be no end. On the throne of David and over his kingdom, to establish it and to uphold it with justice and with righteousness from this time forth forevermore. Want een kind is ons geboren, een zoon werd ons gegeven en de heerschappij zal op zijn schouders rusten. Dit zullen zijn koninklijke titels zijn: wonderbare raadgever, machtige God, eeuwige vader, vredevorst. Aan zijn vredevolle bewind zal nooit een einde komen. Vanaf de troon van zijn vader David zal hij rechtvaardig regeren. Hij zal alle volken van de wereld rechtvaardigheid en vrede brengen. Did you catch that? Heb je dat gehoord? That the government will be on his shoulders? Dat de regering op zijn schouders zal rusten? Comparing that
David governed a kingdom. Vergelijken hoe David over een koninkrijk regeerde. And that Jesus will also rule over a kingdom. En dat Jezus dat ook zal doen, zoals hij dat deed. But his kingdom will be without end. Maar zijn koninkrijk zal geen einde kennen. And that's why in Revelation we can say, or it says, it's the King of Kings. Daarom zegt het in Openbaring, het is de koning van koningen. Because his kingdom, he will reign over all kingdoms. Zijn koninkrijk gaat regeren over alle andere koninkrijken. He is the King of Kings and the Lord of Lords. Hij is de koning van koningen en heer van heren. And even more, all of Christians who call on the name of the Lord will rule and reign with him. Alle christenen gaan met hem regeren. You know the reward of being saved. Wat we ervoor terugkrijgen wanneer we gered worden. Is not to have a heavenly retirement home. Is niet alleen om een hemel te hebben. Is to rule with Christ in the tomorrow's kingdom. Is om te regeren met Christus in het koninkrijk van morgen. And that's something to look forward to. En dat is iets om naar uit te kijken. The next thing. Het volgende. The second element in the kingdom is territory. Het tweede deel van het koninkrijk is grondgebied. The Bible says that the saints, you and me, will rule the world. De Bijbel zegt dat de heiligen, jij en ik, onder de wereld gaan regeren, onder Christus. The Bible talks about this world. De Bijbel praat over deze wereld. Not heaven. De hemel. Not a fuzzy feel good kingdom in our hearts. Niet zo'n goed gevoel koninkrijk in ons hart. This earth. Deze aarde. Revelation 5:9 states. Openbaringen 5:9 zegt. I'm doing nothing. Doe niks. Oké. It says, you have made them a kingdom of priests to our God, and they shall reign on the earth. U hebt hen bijeengebracht in een koninkrijk en hen tot priesters van onze God gemaakt, en zij zullen op de aarde heersen. Remember, that is in Revelation. Dat is een openbaring. It sounds very similar to the Genesis story. Dat lijkt wel op het Genesis verhaal. That we shall reign on earth. Dat wij gaan regeren over de aarde. See, the new earth that is coming is a restoration of the new Eden, of the old Eden. Die nieuwe aarde die gaat komen is een vernieuwing van het oude Eden. God's original plan. God's originele plan is going to come to fulfillment. Gaat in vervulling komen. The Bible says that all of creation cries out for a new creation. De Bijbel zegt dat heel creatie verlangt naar een nieuwe creatie. Cries out for the presence of the Lord. Met de aanwezigheid van de Heer. So we will be fruitful and multiply. We gaan vruchtbaar zijn en ons vermenigvuldigen. Subdue and fill the earth. Om de aarde te vullen. And have dominion over creation. En om te regeren over zijn creatie. Genesis 1:28. Genesis 1 tot 8. Revelation is saying that about the future kingdom that we can expect. Openbaring zegt dat over de volgende koning die we kunnen verwachten. Let's carry on. Laten we verder. So the third element is the law. Derde element. Every kingdom has laws. Is het de grondwet. Elk koninkrijk heeft een grondwet. So every kingdom possesses a collection of laws, statutes, which is all part of what we call a constitution. Elk koninkrijk heeft een verzameling van wetten, wat we een grondwet noemen. And the constitution of God's kingdom is the laws, the statutes of the word of God. De grondwet van Gods koninkrijk zijn de wetten die in zijn woord staan, de Bijbel. And the Bible teaches us that the word, which is became flesh. Het woord is in vlees geworden. So the law will be Jesus. Het woord is aan Jezus eigenlijk. So the teachings and the commandments of Jesus will form the law of the kingdom.
de boodschappen die Jezus geeft vormen dan de grondwet van het koninkrijk. And the Bible is also clear that from the beginning to the end, the future kingdom will be ruled by the laws embodied in the Ten Commandments. Van begin tot het einde gaat het koninkrijk geregeerd worden door het lichaam dat de tien geboden voorstelt. And then Jesus came and summarized the Ten Commandments. Jezus heeft het eigenlijk samengevat, die tien geboden. To love God and love one another. Om van God te houden en van elkaar te houden. Mark 12:29. And Jesus answered, when they ask him about what is the most important law, the most important is, hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. And you shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength. And the second to this is, you shall love your neighbor as yourself. And there is no other commandment greater than this. Heb de Heere uw God lief. Jezus antwoordde, dat is, luister Israël, de Heere is onze God, de Heere is één. Heb de Heere uw God lief met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met heel uw kracht. En het gebod dat daarna komt is dit, heb uw naaste net zo lief als uzelf. Belangrijker geboden dan deze twee zijn er niet. Sorry. Jesus mentioned later in the Bible, later in de Bijbel, that he came to fulfill the law. Zegt hij dat hij kwam om de wet te vervullen. Not to destroy it. Te vervuldigen, maar niet om het kapot te maken. He is the word. Hij is het woord. He is the law. Hij is de wet. He is justice. Hij is rechtvaardigheid. But more so. Maar meer dan dat. During the Sermon of the Mount. Op zijn preek op de berg. Jesus explained a kingdom that from a world perspective sounds like an upside down kingdom. Praat hij over het feit dat een koninkrijk in de ogen van de wereld niet echt op een koninkrijk lijkt. Because he said, blessed are the meek. Want hij zegt, gezegend zijn de minderen. Blessed are the poor. Gezegend zijn the armen. Merciful, the peacemakers. De mensen die vrede willen. The pure at heart. Mensen met een puur hart. Those prosecuted. Deze die worden vervolgd. They will inherit the earth. Zij zullen het koninkrijk krijgen. They will see God. Zij zullen God zien. And they will be called sons and daughters of God. Zij zullen zonen en dochters van God worden genoemd. And Jesus also teaches us how to treat others. Hij leert ons ook om hoe je met andere mensen moet omgaan. He teaches how we go about daily things in our lives. Hij leert ons over dagelijkse dingen dat we doen in het leven. How to deal with anger. Hoe we met woede moeten omgaan. How to deal with adultery and lust. Hoe we met lust moeten omgaan. About taking oaths. Over andere moeilijke dingen. Retaliation. Loving your enemies. Jouw vijanden van houden. About giving. Geven. How to pray. Hoe je moet bidden. About anxiety that we don't need to worry. Over angst dat we ons geen zorgen moeten maken. I don't know about you, but I would love to be in a kingdom. Ik zou het echt van houden om in een koninkrijk te zijn waar de wetten deze volgende zijn. So the fourth element. Het vierde element is citizens. De burgers. Who are the citizens? Wie zijn de burgers? Of heaven. Van hemel. And on earth, the new earth. En de aarde, de nieuwe aarde. Bible says everyone who declares and proclaims that their allegiance and loyalty is in Christ. De Bijbel zegt dat iedereen het koninkrijk van God verkondigt, erbij hoort. So instead of putting your allegiance to a worldly kingdom, we put our allegiance to the King of Kings. In plaats van onze identiteit in een paspoort te zien, zien we het in het koninkrijk van God. And the Bible says everyone who calls on the name of the Lord will be saved. De Bijbel zegt dat iedereen roept naar de naam van God gered zal worden. For everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Romans 10:13. Want er staat ook, iedereen die de naam van de Heer aanroept, zal gered worden. Callum, I don't know if Prince Charles will give his life for me to become a citizen of the UK. Callum, ik weet niet of koning Charles zijn leven gaat geven voor jou.
But my Jesus did. Maar mijn Jezus wil. Amen. So, who are the citizens? So, wie zijn de burgers? Let's see what it will compose of in Revelation 7:9. Laten we zien waar het bestaat. And after this I looked and behold a great multitude that no one could number from every nation, from every tribe and peoples and languages standing before the throne and before the Lamb, clothed in white robes with palm branches in their hands. And cry out with a loud voice, salvation belongs to our God who sits on the throne and to the Lamb. Daarna zag ik een ontelbare menigte mensen. Zij kwamen uit alle rassen, volken, stammen en taalgroepen. Zij stonden voor de troon en voor het lam, met witte kleren aan en palmtakken in de hand. Zij riepen luid, onze redding komt van onze God, die op de troon zit en van het lam. You see, in the Revelation, gives us a foretaste. Is er een volle tekst? Of the citizens of this new world and new heaven. Over de burgers van die nieuwe wereld. We will all be equal. We zullen allemaal gelijk zijn. It will include people from all tribes and nations and languages. Het zal mensen includeren van alle volken en naties. Coming together and living in peace and harmony. Die gaan samenkomen om in vrede te leven en harmonie. Worshiping the King, King Jesus. Om de koning te aanbidden, Jezus. In the everlasting kingdom. In het koninkrijk dat nooit zal eindigen. And the one common thing. En één ding. We serve the King of Kings. Is dat we de koning van koningen gaan dienen. You see that when Jesus explained about the kingdom of God. Wanneer Jezus over het koninkrijk van God praat. It is not about living in the clouds. Gaat het nooit over op een wolkje leven. Or a feeling in our heart. Of een gevoel in ons hart. It's about a real kingdom. Het gaat over een echt koninkrijk. Jesus Christ, with a real King Jesus Christ. Met de echte koning Jezus Christus. Ruling a territory called earth. Die aan het regeren is over een gebied, possessing laws and commandments. Die alle bezit heeft over alle wetten. That is centered around his love. Dat doet met liefde. And consisting of people from all races and nations. En burgers die van alle naties komen. The question is. De vraag is. With that kingdom mindset. Met die koninkrijk mindset. If we know that there's more than just being saved. Als we weten dat er meer is dan alleen gered worden. Which is crucial to our faith. Wat cruciaal is voor ons geloof. How do we look at life? Zou je dan niet naar het leven moeten kijken? If we know there's a kingdom coming. Als we weten dat er een koninkrijk gaat komen. That's going to be established here on earth. Dat hier gevestigd wordt op aarde. And we're going to reign with Christ. En dat we kunnen meeregeren met Christus. Kingdom. In dat koninkrijk. How do we look at things that happen in the Middle East? Hoe kijken we dan naar de dingen die gebeuren in het Midden-Oosten? How do we make decisions? Hoe maken we dan beslissingen? How do we deal with challenges and sickness and death? Hoe gaan we om met ziektes en allerlei slechte dingen? What is our worldview? Wat is onze kijk op de wereld? I want to explain it with a table. Ik wil het uitleggen met. And I hope it's clear. Tabel. Ik hoop dat het duidelijk is. And what I want to do is on the left, your right, it's the mindset of salvation, which is crucial. That's the most important part of our faith, is a salvation mindset. Ik wil kijken naar het reddings aspect. Versus a kingdom perspective. So it's a salvation perspective and a kingdom perspective. Versus een koninkrijk mindset. Both are important. Beide zijn superbelangrijk. We need the salvation of Christ. We hebben die redding van Christus nodig. But there's something bigger than that. Maar er is iets veel groter dan dat. And there's a whole sermon, a series that we can do about this. We kunnen daar een hele serie over doen. So what's the main theme? And this is the core message of today. Wat is het belangrijkste nu? Is on this. Staat daarop. So what's the main theme? Wat is het hoofdthema? If we only have a salvation perspective. Als we alleen een reddingsperspectief hebben. It's about sin
and repentance. Over zonde en zich omkeren. We sin and repent. We sin and we repent. We zondigen en dan keren we ons af van de zonde. But if we have a kingdom perspective. Maar als we een koninkrijk perspectief hebben. It's about discipleship and serving. Is het over dienen? We serve a king. Is het over de koning dienen? We no longer sin conscious. Dan zonden we niet we are alleen. Christ conscious. Maar dan zijn we bezig met Christus. Very different. Het is helemaal anders. The second thing, Christology. Het tweede is welvaart. It's important to say that Jesus is our savior. Het is belangrijk om te zien dat Jezus onze redder is. But he doesn't stop there. Het stopt daar niet. Jesus is also our Lord and King. Hij is ook onze Heer en onze koning. It is a new reference that we have. Het is een nieuwe aanbidding die we hebben voor hem. Reference, verwijzing. Een verwijzing. We are repositioned in Christ. We zijn op een nieuwe positie in Christus. And what's the sort of language that we need to speak? Wat is een soort van taal dat we moeten spreken? From a salvation perspective, we start over again. Vanuit een reddingsperspectief beginnen we helemaal opnieuw. We sin, we repent and we start over again. We zondigen, we bekeren ons af van de zonde, we beginnen helemaal opnieuw. En dat is goed. But from a kingdom perspective. Maar vanuit een koninkrijksperspectief. We grow further and deeper into a relationship. Groeien we verder en dieper. We starting to understand who am I in Christ. We beginnen te verstaan wie zijn wij in Christus. We starting to understand how Christ and how the Father sees me. We beginnen te verstaan hoe Christus ons ziet en hoe de Vader ons ziet. And what's the we en wat vinden we daar dan uit? From a salvation perspective. Van een reddingsperspectief. We fight against sin. Vechten we tegen de zonde. From a kingdom perspective. Van een koninkrijksperspectief. We fight against an enemy. Vechten we tegen een vijand. There's a spiritual battle going on. Dat er een spirituele then we understand that the Middle East we know there's a spiritual battle. Dan zien we dat er een spiritueel gevecht plaatsvindt in de wereld. That's why Paul said we need to put on the armor of God. Daarom zei Paulus dat we het harnas van God moeten aan. And he said that the battle, our struggles, is not against flesh and blood, but against spirits of in this world. Hij zegt dan ook dat ons gevecht niet tegen mensen is of in deze wereld, maar dat het een spiritueel gevecht is. We fight against an enemy. We vechten tegen een vijand. And how do we pray? En hoe bidden we dan? From a salvation perspective, say, Lord, have mercy on me. Met een reddingsperspectief I don't deserve it. Ik verdien het niet. It's all true. Dat is allemaal waar. But if you have a kingdom perspective, maar bij een koninkrijk we pray let your kingdom come. Dan vraag je om zijn koninkrijk te laten komen. Let your will be done. Dat zijn wil wordt gedaan. And from a sanctification perspective? Van een... Sanctification, what is it in Dutch? Heilig maken. Heilig worden, perspectief. Perspectief. From a salvation perspective is through... It is... what's the word? Through separation. Is door het uiteenzetten. And it's good. It's, we currently came through a process of prayer and fasting. We kwamen net uit een proces van bidden en it's vasten. Important. Dat is belangrijk. But with a kingdom perspective... It's about imitation. Gaan we iets nadoen? We imitate Jesus. Doe we Jezus na? We want to become like him. Willen we zoals hem speak worden? Like him. Talk like him. Praat zoals hem. Represent him. Hem voorstellen. Very different. Het is helemaal anders. You see, from a salvation perspective, I'm unqualified by myself. I need Christ. Met een reddingsperspectief zien we dat we het niet alleen kunnen en dat we if Jezus nodig hebben. If we have a kingdom perspective, we are qualified by Christ. Bij een koninkrijksperspectief zien we dat we. I no longer have to try to win God's favor. Ik moet niet meer proberen om goed te staan voor Hem. I have His favor. Ik sta goed voor Hem. And what's the result? Wat is het resultaat? From a salvation perspective. Van de reddingsperspectief. It appears as if we are weak. Lijkt het alsof we zwak zijn. Because we continuously need prayer and that's important. We can't do everything on ourselves. We need the Lord. Dat we gebed nodig hebben en dat we echt Hem nodig hebben. Dat we de Heer nodig hebben. If we have a kingdom perspective. Bij een koninkrijksperspectief. We are strong. Zijn we sterk. What does it mean? Wat betekent dat? It means that we have the word. Dat we het woord hebben. We have the name.
Zijn naam. We can speak his word. Dat we zijn woord we kunnen can spreken. Bind and we can loose. Bind and loose. But, bind and loose. Dat we zich kunnen binden aan het woord. I have authority. Dat we autoriteit hebben. The Bible said that. He gave us authority. De Bijbel zegt dat we autoriteit hebben we gekregen. We are covered by the blood of Jesus. Dat we zijn omgeven door het bloed and van we Jezus. Have the Holy Spirit in us. Dat we de Heilige Geest hebben in ons. It's a different perspective. Het is een ander perspectief. And what's the fruit? En wat zijn de vruchten daarvan? If we have a salvation mindset. Als we een reddingsperspectief hebben. We look at the church growth through converts and membership. Dan kijken we naar de kerk als een lidmaatschappij hebben of zo. When we have a kingdom mindset. Als we een koninkrijksperspectief hebben. We look at disciples. Zie je discipelen voor je. Citizens. Zie je broers. We want to introduce people to the kingdom. Dan wil je mensen voorstellen aan het koninkrijk. We want to want people to become part of the citizenship of the kingdom. Dan wil je dat mensen daar het deel uit van maken. We become the light and the salt in this world. Dat we een licht en zout kunnen worden van deze we wereld. We become a reflection of Christ wherever we are. Dat we een reflectie kunnen zijn van God. And then people want to become like us because they see Christ in us. Zodat mensen kunnen willen lijken op ons omdat ze Christus in ons zien. And the end goal. En het einddoel is. Sometimes under salvation we are not judged because there is no more judgment in condemnation and we need that. There's no judgment in condemnation. We are free. In de reddingsperspectief is er veel veroordeling. But with a kingdom mindset. Maar bij een koninkrijksperspectief. We say we can have heaven on earth. Zegt het dat het koninkrijk op by aarde. By representing kan him. Door hem voor te stellen. We can bring heaven to earth. Kunnen we de hemel op aarde we brengen. Can call things in perspective into existence. Kunnen we hier dingen echt laten worden. That's a very different mindset. Dat is iets helemaal anders. A different perspective. Een ander perspectief. You see, with a kingdom perspective. Bij een koninkrijksperspectief. The full gospel. Het volledige evangelie. We are not anxious about future events. Ze hebben niet angstig over dingen die gaan komen. We have a kingdom perspective. We hebben een koninkrijksperspectief. Knowing that this world will come to an end. Wetende dat deze aarde op ten einde zal komen. We have an eternal perspective. We hebben ook een eeuwig perspectief. Where we will reign with Christ forever. Dat we gaan regeren met Christus voor altijd. Paul said that we are not from the world, but we are in this world. Johannes zei dat we niet van deze wereld zijn, maar dat we in deze wereld zijn. You know, I may have a British passport. Ik zou dan wel die paspoort kunnen hebben. But I'm not British. Maar hij is niet Brits. People who know me know that I'm not British. Mensen die hem kennen weten dat hij niet Brits is. So we may be in this world. Ik mag dat wel in deze wereld zijn. But you're not from this world. Ik ben niet van deze wereld. We belong to the kingdom. Wij behoren tot het koninkrijk. We serve a king. Wij dienen een koning. We have a kingdom, a territory, the earth and heaven. We hebben een grondgebied, de aarde en de hemel. We are part of that citizenship. We volgen die grondwet. We are included. We horen erbij. And they are laws. En we regeren erover. Which is prominently built around love. En we spreken liefde uit. And we as citizens. En wij als burgers. Want to represent that kingdom. Willen hem vertegenwoordigen. So in the next 8 weeks, 6 weeks, we're going to have the series about the gospel. Volgende 6, 8 weken over de serie van het evangelie. And let's focus on the full kingdom of God. Laten we dan focussen op het koninkrijk van God, het volledige koninkrijk. Because we are saved. Want we zijn gered. And it's something to look forward to. En er is iets om naar uit te kijken. Amen, church. Amen, kerk. Because we are kingdom people. Want wij zijn koninkrijk. And that is an amazing privilege and honor that we have. En dat is iets geweldigs op zich. Amen. Amen. So let's stand and let's pray. Laten we recht staan en bidden. Father, we thank you. Vader, we danken u. That you've died on the cross. Dat u stierf op het kruis. That you dealt with all our sin and iniquities. Dat u al onze zonden hebt gedragen. And that your word says. En dat u de wereld hebt veranderd. And we accept you. En dat wij u accepteren.
We are part and included in your kingdom. We zijn een deel en we horen bij uw koninkrijk. We serve you as king. We dienen u als koning. Thank you that we can represent you here on earth. We danken u dat we u kunnen vertegenwoordigen op deze aarde. Father, help us. Help ons, Vader. To have a kingdom perspective. Om een koninkrijksperspectief te hebben. To have an eternal perspective. Om een eeuwig perspectief te hebben. So when people have challenges and problems. Zodat wanneer mensen problemen en struggles hebben. That we have the answers and the solutions of Jesus. Dat wij dan de antwoorden en de oplossingen hebben van Jezus. Because there's an everlasting kingdom coming. Want er is een eeuwig koninkrijk dat toch komt. And help us to live life. Help ons om dit leven. Not to worry about this world. In dit leven niet zich zorgen te maken over de wereld. But to live for the kingdom. Maar om te leven voor het koninkrijk. Yes, we want to represent you. Wij willen u vertegenwoordigen. We want to be your ambassadors. Wij willen jouw ambassadeurs zijn. We want to aim by bringing Jesus into this world. We willen dat ons doel is om Jezus in deze wereld te laten komen. And therefore we need your Holy Spirit. Heilige Geest, we hebben u nodig. And we thank you for that. En we danken u ervoor. Let your kingdom come. Laat uw koninkrijk komen. In our lives. In ons leven. Through our lives. Door ons leven. Until you come. Laat uw koninkrijk komen. In Jesus' name. In Jezus' naam. Amen. Amen.